Wauw, kijk eens even, hé. Bizar. Oh, er komt een hondje. Kijk, een hondje! Nee, 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 dat denk ik niet. Nee, dat doe maar niet. Straks val je weer in het water, er wordt helemaal niks. Niet je broek uitzoeken. Maar ik heb echt opeens een zieke allergische reactie van iets. Ik weet niet wat het was. Nou, man. De chocola is binnen. Een hele goede morgen en leuk jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag ben ik opgestaan, samen met Ella natuurlijk. Want ja, we zijn ook samen gaan slapen, dus het is leuk dat we samen zijn opgestaan. Het zou een beetje gek zijn als dat niet zo zou zijn. Maar goed, ik ben alvast even lekker aan het editen en kijk eens eventjes hoe lekker ik zit. Ik kan lekker zo lekker naar buiten staren zo. Hey! Hey! Daar ben je weer! Ja, wat lief dat ik hier ook mag slapen. Ja, graag gedaan. Ja, bedankt. Hé, hey, we moeten het toch eens hebben over ons jaarcontract ook nog, hè? Want zeg maar, we hebben nu een dag. Datum. Ja. Maar we kunnen ook zeggen, we verlengen hem. Met de normale de terms die we daarvoor ook hadden. Ja, maar voor hoe lang? Ja, dat moeten we even afspreken. Maar goed, dat gaan we even buiten de vlog om doen. Vandaag gaan wij gezellig die kant op. Want ja, jullie zien het niet helemaal misschien. Maar we gaan dus naar Atonium. Wat zit je te kijken? Ik kwam even water halen eigenlijk, maar... Wat? Maar wat ik net zei, we gaan vandaag naar Atonium en ook nog daar ergens in de buurt gaan we eventjes kijken. Dus het wordt weer een fantastisch leuke dag. Dus ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan zeker eventjes. Want er is echt nog steeds heel veel % niet geabonneerd. Kijk maar, hier staat het. Hier staat het. Hier. Is het gek? Nou, ik vind het ook belachelijk, El. Wat moet ze doen? Ja, abonneer maar eventjes. Abonneer maar eventjes. Je hoort het. Abonneer maar eventjes. Bedankt. Ik ben nog steeds aan het editen en ik ben nu bij het stukje van Manneke Pis. En ik heb dus gisteren mijn story gezet, ik heb gisteren een story geplaatst met de vraag van waarom is zeg maar Manneke Pis nou zo lijp in België of in Brussel. Iemand zegt het is heel erg oud, iemand zegt niks, hij pist, marketing. Manneke Pis is het symbool van Brussel, incarneert de Brusselse onbezorgdheid en verzet. Weet ik niet dat je wordt nat gepist. Maar wel... Oh, hij heeft een brand geblust. Dat hoorde ik dus ook. Maar... Iemand anders zei ook van hij heeft een brand geblust of zo. Ja, sorry, maar ik deed even de camera zodat jij ook in beeld bent. Nee, maar we hadden het toch opgezocht en toen stond er toch alleen dat het de mascotte was van Brussel. Ja, maar misschien zit er wel een verhaal achter waarom hij de mascotte is van Brussel. Zal ik het eens even opzoeken. Kent de legende vertelt over een jongetje dat Brussel redde van de ondergang. De vijand belegerde de stad en bouwde dikke stadsmuren opblazen met buskruid. Gelukkig was er het kleine manneke dat dringend moest en de lont doofde door op te plassen. Een andere legende vertelt dat een klein manneke zijn behoefte deed tegen de deur van een heks. De heks was woedend en vervloekte het jongetje. Om hem te straffen zou het jongetje voor eeuwig en altijd zijn onfatsoenlijk geplas voortzetten. Een brave man die alles had zien gebeuren, verving het jongetje snel door een beeldje om hem te bevrijden van het eeuwige plassen. Oké, nou ik ga voor verhaal 1 dan. Want een heks die... Dat is maar een legende. Wat is een legende? Dat is iets raars. Maar mijn moeder vertelt dus dat ze dat mannetje ook af en toe aankleden en zo. Allemaal gekke pakjes aandoen. Ja, ja dat is dan wel weer grappig. Maar goed, ja, ik was er, we waren er dus gisteren en toen dacht ik ook even echt van... Wat is hier nou leuk aan? Ik had inderdaad echt iets leuks verwacht. We komen eraan en vervolgens zit er zo'n... Nou, zit er zo'n klein mannetje, staat zo te pissen en je ziet allemaal Chinese mensen om zo ook zo. Ja, met die selfie sticks. Allemaal zo erbij staan. Ja, allemaal erbij gaan staan van die mensen en zo. Maar, of van die meiden die zo erbij... Het is toch niet zo leuk of zo? Oké, het is grappig. Ik verwacht gewoon dat hij bij de grote markt of zo, ook gewoon op zo'n heel groot plein en dan zo'n mega fontein. En dan staat er zo'n poppetje in, maar dan is het nog iets eromheen of zo. Ja, dat dacht ik. Ik had dat ook verwacht. En uiteindelijk kom je er aan. En dit is een klein, miezerig, pissend mannetje. Ja. Mijn nieuwe vlog van gisteren, zeg maar, voor jullie, die duurt 33 minuten. Ik denk serieus dat dat mijn langste vlog is die ik ooit ga uploaden. Hoezo ooit ga uploaden? Of ooit heb geüpload, sorry. Ja. Sorry hoor. Maar jongens, goed nieuws! De lucht is een beetje blauw aan het worden en het zonnetje komt een beetje door, jongens. En dan weten jullie, dan ben ik gelukkig. Als het zonnetje er is, ben ik blij. Och, lekker zeg. Oké, nou goed, snel even dit renderen. En dan kunnen we er vandoor. We gaan er vandoor. Druk maar op een knopje. En we gaan met de auto, want het Atonium is best wel ver.
En we dachten, we willen ook nog ergens eten. Dus we kunnen net zo goed gewoon met de auto even langs een restaurantje rijden. En dan gewoon door richting Atonium. En dan gaan we daar gezellig kijken wat het is. Kijk, daar staat hij weer. Ik vind het wel leuk om door een stad heen te rijden met de auto die ik niet ken. Door een onbekende... Kijk eens hoe jij geparkeerd hebt. Zeg je? Kijk eens hoe jij geparkeerd hebt, joh. Helemaal niet. Dat heb ik niet gedaan. Ik heb hem sleutel afgegeven aan iemand van het hotel. Nee, maar dat komt. Nee, weet je wat het kwam? Deze stond ook heel slecht, deze auto. Die had zomaar zo'n hele ruime bocht gemaakt dat die slecht stond. Oh, mijn auto sleutel nog boven. Zo, nou, daar gaan we, jongens. Even eten zoeken en dan naar Atonium. Dit is heel gek. Zo? Ik zeg de hele tijd Platonium. Ik ja, en Antonium. Antonium, ik weet niet. Ja, het gaat niet helemaal lekker met mij qua uitspraak van wat het nou echt moet zijn. Nee. Nou, daar gaan we ook. Ik dacht deze hier. Hoe komen we eruit? Zo, daar staan we. We hebben een plekje gevonden en daar op de hoek zit Paul. Dat ene restaurant waar je altijd lekkere broodjes en zo kan halen. Dus dat is handig. Top. Even kijken, moet je denk je betalen? Even kijken, volgens mij moet je hier wel betalen. We gaan lekker lopen. Kijk eens eventjes het weer. Hey, we hebben wel echt geluk vandaag dat het gewoon niet regent en dat we lekker weer hebben, El. Ik heb mijn outfits goed uitgezocht. Ja, vind je? Ja, nou. Nee, maar gewoon niet dan. Als in, maar ik bedoel, vind je als in wat? Ja, nou gewoon, gisteren had ik dan die trui aan, die hoef ik dan vandaag niet aan, die hoort eigenlijk door mij. Maar nu kan je lekker zo. Ja, maar nu kan ik zo. Nou, ik vind dat je er goed uitziet. En het is niet dat ik dat nu op beeld zeg, want ik had het al gezegd. Nee, je had het al gezegd. Oh, lekker jongens. Kijk, dit is dus echt weer al een stuk lekkerder het gevoel. Dat je gewoon lekker door de stad loopt met een lekker blauw luchtje en misschien het zonnetje wat straks doorkomt. Perfect. Kijk eens even, dit ziet er goed uit. Dit hadden wij echt nodig. Ja, ik krijg nu ook keuzes te doen, joh. Het is bizar jongens. Jullie gaan het niet geloven, maar de zon die is gewoon doorgebroken gewoon. Dus we kunnen lekker, nou net buiten is net eventjes te koud denk ik, maar we zitten lekker binnen in het zonnetje. Jouw krokmoesje, die zit nog die wordt nog warm gemaakt. 5 minuutjes zei ze. Eventjes wachten. Nou lekker jongens, heerlijk ontbijtje zo. Daar is jouw krokmoesje. Nou, eet smakelijk. Ik heb lekker een broodje met kip, sla en tomaat. En een cappuccinootje, heerlijk. Dus we hebben net lekker geluncht, maar we komen buiten en het is weer grauw. Het is weer grauw. Ja, het is weer koud en grijs. Dat is niet de bedoeling. We stappen de auto in en dan gaan we richting Atonium. En het is volgens mij 20, 17 minuutjes rijden of zo, dus ik ben benieuwd. Volgens mij kan je er omheen rijden toch ook, El? Eeuw. Oh, we liepen echt door allemaal vogelpoep en zo. Oh. Hey, volgens mij kan je er omheen rijden. Het is een soort van rotonde. Maar wil je er niet even... Ja, ja, maar... We gaan er gewoon, we zien het wel, weet je wel. Ik weet het niet wat het allemaal is. We gaan er gewoon lekker heen. En dan zien we het wel. Ik vind dat altijd zo lekker. Als je eigenlijk naar een stad gaat en niet eens heel erg veel plant of zo. Geen planning. Nee, gewoon een beetje. Ja. Vogelbolcafé. Kijk, daar staat hij weer. Een biercircus. Een biercircus? Wow. Kan je denk je trucjes doen met bier dan? Jong leren en zo. Dat denk ik, ja. Weet je, je hebt in Brussel weinig dikke auto's. Ja, daar let ik op. Ja. Ik heb nog geen vette auto's gezien ofzo. Jij ook? Jop. We kijken net voor tickets voor dus het Atonium. Alleen de tickets zijn vandaag niet meer beschikbaar. Nee, wacht. Ik ga een andere site proberen. Ja, maar nee, maar laten we het dan gewoon daar doen. Straks zie je weer op een rare site. Kan niet meer. Huh? Het kan gewoon niet meer. Kan niet meer. Kijk, wat we net zeiden, het is leuk om naar een stad te gaan zonder dat je van tevoren een planning maakt. En dit is dan weer wel het nadeel, dat je dus eigenlijk, we willen eigenlijk daarin of daarop, op dat Atonium, maar dat kan dus niet vandaag. Nee, kan niet. Lekker is dat. Nou goed, we gaan er wel gewoon sowieso even heen. Ja, even kijken. We daar weer wel. Hè? Ja, we gaan het zien. En anders dan... Is het, ja, dat is het zo leuk daarbovenop? Gewoon een mooi uitzicht. Ja, nou ja. We rijden er gewoon heen en dan zien we wel misschien dat we nog wel even een ticket kunnen kopen. Of misschien is het echt vol, we zien het wel. Ja. Kijk eens waar wij op afrijden jongens. Ik heb zoals al die andere gebouwen geen idee hoe deze kerk heet. Maar dit is dus ook die kerk die wij zien vanuit ons hotel. En daarachter, daar linksachter, daar zit dus straks Atonium. Nou, wat leuk dit, hé. Wat leuk. Is het geen kerk? Is het geen kerk?
Wat is het dan? Zitten we weer fout? Nou, ik denk ja, kathedraalkerk. Hier, het ziet er wel gaaf uit zo. Ja, het is wel echt een mooie kerk. En we hadden het opgezocht. Wat is het nou? Hoe heet het nou? Kerk Onze Lieve Vrouw. Kerk Onze Lieve Vrouw. Nou, katholieke kijk kerk. Eens even. Katholieke kerk. Mooi hoor. Mooi hoor. Ziet oh, er goed uit. Slapen. Oh, je kan je het boeken? Is het een hotel geworden? Dit is een... Dit is de... Hoe heet dat ook weer? Hier liggen alle dode royals. Overleden royals. In deze kerk hier? Ja, deze kerk heeft fraaie torenspitsen en is de kriepen. En in de kriepen liggen graftommen van de Belgische koninklijke familie. Nou, lijp. Dus wel. Zo, wat is dit mooi. Ja, het is wel mooi hier, jongens. Kijk eens ook hier. Dit is dus het gedeelte, het park. Ja, we rijden erheen. Maar kijk, dit is dus het park waar dus de Atonium is. Maar kijk, dit soort gebouwen zijn ook vet hoor. Maar dan kan het wel kloppen, want dit is dus in de buurt van die kerk. En Ella zegt dus net dat in die kerk daar, daar zijn dus royals zeg maar begraven. Die liggen daar in een crib. Of hoe noem je dat? In een crib. In een kriepen, hoe noem je dat? Ja, graftombe. Maar dat was wel een mooi gebouw daar ook. Maar je hebt hier dus ook een heel mooi park. Dus we gaan ook even lekker lopen. Even die stappenteller omhoog janken. Aangezien we natuurlijk nu in de auto zitten. We moeten natuurlijk wel aan die 10.000... Met onze luie kontjes. Nou, luie kontjes. Dit hadden we niet, mooi niet kunnen lopen hoor. Jawel, maar we waren wel lang onderweg. Volgens mij ben je dan een uur onderweg. Ik heb een gek sikje. Heb ik een sikje? Ja, een beetje gek. Ik had echt geluk vanochtend. Ik was maar aan het scheren. Nee, ik was maar aan het scheren. En ik werk dus tegenwoordig een beetje bij, zodat het een beetje wat strakker is. En toen viel mijn scheermdingapparaat uit. Echt precies bij het laatste stukje. Dat ik dacht van, oh, het had zo moeten zijn. Ik was gewoon een bed en ik hoorde jou opeens heel droog. Zo, jij viel precies op tijd uit. Ja. Ja, het is wel grappig hier. Een soort van parkje met allemaal oude gebouwtjes. Kijk, daar zat ook een soort van oud schuurtje. Een beetje de Efteling. Ja, een klein beetje de Efteling, ja. Nou, kijk. Ik zie het Atonium al. Oh ja. Kijk, daar tussendoor. Ja, het is wel een heel groot ding inderdaad. Wauw, kijk eens even, hé. Bizar. Ja, dit is hem dus. Atonium, Platonium, Antonius. Al die naampjes die ik hem gaf, jongens. En nu zien we hem gewoon hier in het echt. Live. Wat een dingetje, hè. Zo, maar het is... Hij is wel echt groot. Op beeld komt dat niet heel erg over. Nee. Maar hij is echt best wel... het is best wel een groot ding. Ik vind het nu wel gaaf. Het lijkt een soort van Jeu de Boulebal. Wat? Weer de boelballen. Ja, oh, ik snap wat je bedoelt, ja. Het is wel echt een heel lelijk ding. Vind je het lelijk? Nou, ja. Ja, het is niet... Kijk, de Eiffeltoren vind ik echt mooi of zo, maar dit heeft niet echt iets. Ja, oké, okay, het is niet... Nou ja, dit is hem dus, jongens. Nou, we kunnen hier even parkeren, sowieso. En dan uitstappen en dan gaan we gewoon even lopen of zo. Daar zijn we. Ik moet zeggen, ik vind dit wel indrukwekkend of zo natuurlijk, omdat dit van die grote constructie is. Maar ik vond mannekepis vond ik heel erg tegenvallen. Nou, ik heb dat echt net naar mijn ouders. Dat mannekepis tegenviel. Ja. Ja, kijk, dit is leuk. Maar ook dit denk ik van ja, het is wel grappig. Maar dan... Ja, nou ja, gezien. Zeg maar, dat heb ik dan een beetje van nou, oké. Okay. Hier, als je een beetje zo kijkt, dit is L. En dit is die hele constructie, jongens. Ja, ga maar even staan. Doe maar even leuk. Ja, hoppa. We hebben gehad? Ja, wacht even hoor. Ja, en dan handen in de lucht. Ja, je hebt hem. Nou kijk jongens, je ziet daar ook al een hele rij mensen staan. Dus ik denk inderdaad wel dat het al uitverkocht is. En dat er geen plek meer is, El. Ja, maar short okay. Machine. Ik heb een dilemma voor je. Gaan we in de rij... Auw. Gaan we in de rij staan en dan hopen dat er nog plek is. Een uur in de rij en dan krijg je bij de deur te horen dat er geen plek is. Ja, dan sta je daar boven en volgens mij is het zeg maar niet heel veel denderend dan uit het hotel, eerlijk gezegd. Want zeg maar, het is niet heel hoog. Ja, maar het is wel leuk. Het lijkt me wel leuk om mee te gaan. Wil je erin? Nou... Die rij is wel echt ziek lang, hè? Kijk nou. Weet je wat ik dus een beetje heb? Straks staan we in die rij. Laat me niet. Straks staan we in die rij en dan staan we bij de balie en de tickets zijn uitverkocht. Ja. Ja. Dat bedoel ik. Oh nee, maar het loopt ook helemaal binnen, schat. Binnen staat ook een hele rij. Kijk, binnen staat ook een hele rij. Willen mensen zo graag naar boven nou, in het ding? Ik er echt
Nee, kom, we gaan lekker hier. We gaan lekker door het park wandelen. Laten we dat doen. We gaan even de stappen, lekker stappen... Hadden ze dat ding niet kunnen neerzetten? Hé, hey, daarachter zit het niet. Ja, daarom. We gaan maar gewoon even lopen en dan zien we het wel waar het terecht komt. Hadden ze dat ding niet kunnen neerzetten in een beetje dorpje of zo? Dat als je dan inderdaad niet erin kan, dat... Nou, dan kan je toch lekker lopen park. Nou, ik wil natuurlijk stiekem toch wel eventjes een foto nemen met deze mooie constructie. Dus ik ga even de camera hierboven op het dak zetten. Even zo op het dak zetten. Even kijken hoor. Ja. Oké, daar ga ik. Ik ga zo een bal aanraken. Wacht even. Hier. Ik heb een bal vast en ik heb daar die andere vast. Even een foto van mijn moeder. Ja, nou, we kunnen weer gaan. We zijn weer de auto ingestapt en we zijn onderweg naar een soort van eilandje met daarop een restaurant of zo. We zijn echt met een pontje naartoe. Oké, dus je moet er met een pontje naartoe. En het is volgens mij hier ergens in dit park. Dat is weer precies aan de andere kant van Atonium. Kijk, hier heb je ook wel een heel mooi gebouw hier. En er staan hier ook allemaal grote huizen en zo. Maar we zijn dus nu eigenlijk precies naar de andere kant van Brussel gegaan. En hier is dus ook weer een park. En hier moeten we dus een pontje pakken naar het eilandje waar het restaurant is. En dan gaan we daar even wat drinken. Dus we gaan het zien, jongens. We rijden nu het park in. En als het goed is, moet het hier ergens zijn. Hier is het. Moet de auto ook kwijt? Oh, kijk. Hier, daar. Oh, ik zie het. Ik zie het. Oh, ja. Ik zie het, ik zie het. Zo, daar zijn we. In een ander park. En daar zien jullie al water. En daar moeten we dus ergens met een pontje moeten naar de overkant. En daar is dan het restaurant. Ligt het nou aan mij of is het hier weer echt een stuk warmer dan daar? Weet ik niet, misschien is het hier... Hey, daar gaat de wafelbus. De wafelbus. Nee, misschien was het daar dinges. Daar had je veel meer wind voor mijn gevoel. Het gaat wel regenen. Ah joh. Kunnen we niet zo'n stepje door het park gaan? Is dat niet leuk? Ik wil toch even... Kijk, midden in de stad vind ik het... Midden in de stad is het best wel een beetje... Ja, nou ja, ik wilde zeggen gevaarlijk, maar het is niet per se gevaarlijk. Alleen ik weet dat als wij op zo'n stepje gaan, dan gaat het gewoon fout. Maar straks mag je niet door het park met zo'n stepje, of wel? Het zal wel weer niet. Oh wel, daar zijn ook stepjes. Nou, dan gaan we een paar meter. Wat een leuk maar ding. Zal ik dan voor? Dan kan jij... Ja, maar heb jij... Wat ben je aan het doen dan nu? Ik ben benieuwd of het mag. Ja, als je mag fietsen, mag je ook met stepje. Weet je dat dan? Oh, hier. Oh nee. Hier. Nee. Wat moet je doen? Druk met je voet om te gaan... Oh. Hè? Wat is die aan het doen? Go. Ik moet dit. Maar hoe rijdt dit sowieso? Wat ben je... Wat doe jij? Dat staat dat er moet. Druk met je voet om te gaan rijden. Laat mij eens. Kom eens. Kom eens. Kijk. Geef ze aan mij. Jij mag het gelijk daarna. Kijk. Zo, jij weet perfect hoe het werkt gelijk. Schat, je hebt hem niet eens aangezet, idioot. Maar mag ik dan weer? Dit is de instructie. Oké, mag ik dan weer? De rit wordt gestart, staat er nu pas. Zit ze gewoon de instructie te doen? Hé! Hey. Nee, je moet hem aan... El, stop eens. Nee, maar je geeft geen gas. Kom eens. Oh, daar gaat ze. Uh-oh, die stepjes zijn wel echt lachen. Weet je wat het is? Ik wil Ella dus niet op zo'n stepje laten midden in de stad. Zie je haar al gaan in de drukke stad? Gewoon echt in een... Hé, hey, dit is best wel eng hoor. Echt. Wat is er... Weet je, El, weet je waarom? Ik zeg dit in de camera. Ik laat jou dit niet in de stad doen. Maar niet vallen, want dan is mijn telefoon ook kapot. Echt wel een ander ding, hè? Ja, maar het is wel eng, hè? Nee, ik vind het niet eng. Oh. Maar zullen we dan samen? Kom eens. Kom eens. Pas op. Engert. Ga jij of ga jij achterop? Nee, maar... Moet ik gaan en jij achterop? Het is wel echt een heel handig ding, jongens. Voor als je inderdaad in de stad woont. Ga jij maar achterop. Dit gaat echt niet goed. Hallo. Waar is Hommel dan? Ik moet zeggen dat dit eigenlijk nog best wel goed gaat. Ja, hè? Jij verwacht dat ik niks kan. Nou ja, ik verwacht dat dit gewoon gevaarlijk is met z'n tweeën. Maar wat leuk dat je door het park... Dit werkt niet voor onze stappenteller alleen.
Nee, we zijn echt lui vandaag. We zijn echt lui vandaag. Stepjes, auto. Huh? Nou, daar gaat ze. Truus. Ze mag hem hier dus niet neerzetten. En alleen op de plek waar ze hem gevonden heeft. Nou, ik loop alvast eventjes daarheen. Daar komt ze alweer. Oh, daar komt een hondje. Kijk, El, een hondje! Ella die rende deze kant op en het hondje die dacht, hey, ik ga ook mee redden. En die kwam opeens naar El. Werd jij gepakt door zo'n hotdog? Ja. Zo'n tackle. Ik denk, wat zeg je nou? Komt er een beetje een hotdog op me af? Ja, ik zeg hond. Kijk jongens, hier is het dus daar. Aan de overkant. Het chaletje. Hé, maar weet je wat een goede grap is? Ja, gaat die pont wel? Ja. Ja, weet ik niet. Ik heb geen idee, El. Oftewel, is het wel open? Geen idee. Nou, we gaan wel even heen. Of de pont, of zou je weer zien dat de pont weer echt om het uur gaat of zo? Ja, dat kan toch niet? Ik weet het niet. Pakken dit bootje. Nee, maar moet je niet serieus niet uitleggen? Nee, dat denk ik niet. Nee, dat doe maar niet. Doe maar niet. Straks val je weer in het water, er wordt helemaal niks. Er komt iemand aan de overkant stond een mannetje te zwaaien. We mogen, El. Kijk joh, we worden gewoon opgehaald. Ja. Wat een luxe, joh. Dit is ideaal. Helemaal privéboot. Ja, opeens aan de overkant zagen we een mannetje zwaaien. Die zei, ja, wacht maar, we komen eraan. Nou, daar is hij. Daar zijn we. Ik ben benieuwd wat dat is. Ja, ik ook. Geen idee. Nou, hier. Daar zijn we. Ja, ik ben benieuwd. Ella heeft dit uitgezocht, dus... Hé? Nou, we zitten binnen en het ziet er leuk uit. Ja, het is echt schattig. Ja, hè? Ja. Gezellig klein plekje. Nou, thans is het nog best wel groot. Ja. Maar het ziet er mooi goed uit van binnen. We gaan even wat drinken. En even een hapje doen, want we waren eigenlijk net ontbeten. Ja, daarom. Het is gewoon even een sherry. Ja. Sherry. Lekker hoor. Kijk eens even wat we er nog bij hebben besteld. Een patatje en nog een chocoladewafel. Hey, die wafel ziet er wel echt lekker uit. Ja, hè? En jij ook. Nou, wij gaan eventjes even lekker eten, jongens. Ik heb hier dus een step gevonden en hij is... Het is een bolt. Oh. Hi, goedemiddag. Hi. Ik heb een bolt step. Oh, met één hand is wel echt heel moeilijk eigenlijk. Uh-oh, ik wil niet vallen. Oeh, ik kan niet zo goed met één... Wacht even voor, jongens. Dit gaat niet helemaal... Misschien dat ik het zo moet doen. Oh, die van mij gaat hard. Dit gaat wel, als ik mijn elleboog zo op het stuur hou. Alsnog is het niet helemaal... Oh, en ik kan niet goed remmen. Oh, oh. Dat was hem, jongens. We zijn even een heel rondje door het park gegaan. En we gaan nu weer de stepjes inleveren. En dan... Jeno, ben ik er het boek aan. En dan gaan we weer met de auto gaan. Ja, wat gaan we nou doen? Nou, we moeten even chocola halen voor mijn moeder. Oh ja, we moeten nog chocola halen. Oh, ik moest hooi zeggen tegen mijn moeder. Dus... Hallo. Hallo. Hallo mama van Ella. Ik en heb een step. Oma en mijn oma en mijn opa en oma. Ik heb een step. Maar kijk, we kunnen die scooters gewoon weer hier neerzetten. En dan staat daar weer gewoon de auto, jongens. Dus helemaal ideaal. We hebben lekker een rondje door het park gelopen, hè? Stappen tellen. Nee, dit was wel even leuk. Ik wilde al eigenlijk... Ik zag die stepjes staan en toch wil ik er elke keer op. Alleen in de stad is dit gewoon niet... Dit was echt perfect. Het was een soort van racebaan. Maar kijk, het is heel gek. Hier is het afgesloten. Dus al die grote wegen die je net zag, daar mag je dus niet rijden. Maar goed, we gaan ze weer wegzetten. Was leuk. En dan gaan we weer terug. We hebben 20 minuten gereden. Op die dingen? Ja. Oh, nou. Wacht toch. Nou, en dan gaan we weer terug naar de stad, jongens. Kijk, een stepje is leuk, maar deze, boef, is al helemaal leuk, jongens. We zijn weer thuis, of naar thuis in het hotel. Dat zeggen wij echt vaak, ook in Londen en Parijs en zo altijd. Ik voel me ook heel snel al ergens thuis. Oh, niet je broek uitzoeken. Maar ik heb echt opeens een zieke allergische reactie van iets. Ik weet niet wat het was, maar ik heb echt jeuk aan mijn ogen en mijn hele neus zit opeens vol en... Ik had net in de auto zieke nies aanvallen gewoon. Maar je hoort het ook aan mijn stem. Ik weet niet wat het is. Huh? Nog steeds. Ja, het is echt gek. We hebben ook niks raars gegeten, toch? Wat ik... Nee. Wafel ik... met patatjes. Ja, ik heb niet het gevoel dat ik allergisch voor iets van eten ben. Maar misschien is het opeens hooikoorts omdat we net in het bos waren daar. Ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee. Nou goed, ik ga even wat water drinken en dan moet het wel weer goed komen.
Ik heb het echt nog nooit zo heftig gehad, hé. Zo, we zijn weer buiten. En mijn aanval is alweer een stuk beter, jongens. Ik heb er geen last meer van. Maar het was echt, ik weet niet wat dan. Want ik had een zieke aanval opeens net. Ella staat daar bij het hotel te wachten. Maar ik pak even een andere step. En dan gaan we even de stad insteppen. Toch wel. Of het een slim idee is, dat weet ik niet. Maar we gaan toch even de stad insteppen. En we gaan even chocola halen voor de moeder van Ella. Dus let's go, jongens. Let's go. Wat een hobbelweg. Jeetje, man. Ik heb er mijn hoofdpijn van. Ja, dat snap ik. Nou, jongens, het gaat goed op die stepjes. Alleen, net was wel eventjes een dingetje. Want het is nu natuurlijk echt gewoon volledige spits. En hier is het nu even rustig. Maar net daar moesten ze allemaal door auto's heen en zo. Het is jammer dat ik mijn GoPro niet mee had. Anders had ik mijn GoPro op mijn... Ja, ik ga je ook niet alleen laten. Hè? Nee, nee, op een gegeven moment gewoon weg. En ik ja, ik, nee, maar ik dacht dat je wel gewoon achter me aan ging. Nee, maar jij gaat gewoon echt... Ja. Maar zullen we wel gaan? Ja, we gaan. We zijn op zoek naar chocola voor de mama van Ella. Nou, daar is het. Nee, maar we moeten voor die andere, de goede. Is dit geen goede dan? Ja, weet ik niet. Maar gewoon de... Oké. Okay. Nou. Waar we deze grote ei hadden gezien. Deze grote ei, oké. Okay. Zo. Het kost serieus helemaal niks, jongens. Het is echt lijp. Hier. €3,50. Nou, is niet veel. Nee. Waarom heb jij dat soort dingen altijd? Bij mij is het alles weer 4 keer duurder. Wat jij dan nu? Ja, 4,50 of zo. Ja, oké, okay. Het valt wel mee, maar. 3,50 heb ik nu. Wel een haast. Kom. Nou, goed jongens. We hebben onze stepjes weer ingeleverd en we gaan weer te voet. Want hier zijn de goede chocoladewinkels. Nou, man. De chocola is binnen. Ja, dat is top. Ik wil dit eigenlijk als verrassing doen voor mijn ouders, maar ja. Hè? Ja. Papa en mama, als jullie dit kijken, papa voorbij het theetje. Je krijgt lekkere chocolaatjes erbij straks. Komt nog een verrassing aan. Er komt nog een lekkere verrassing aan. Heb jij mooie oorbelletjes gekocht? Leuk, hè? Nou, eigenlijk heb jij ze allemaal uitgezocht. Ja, leuk, hè? Ja. Ik heb echt mijn best gedaan ook. En het komt misschien heel zijn kast over alsof ik het nu niet heb gedaan. Maar... Ik vond je echt heel schattig. Ja, hè? Ik kwam echt net zo. Oh, vind je deze niet leuk? Vind je deze niet leuk? Alleen stond een lange rij met afrekenen. Toen ben ik maar even erbij gaan zitten. Maar goed, we gaan weer door, jongens. Maar het is wel alweer 7:30. Hè? We kunnen ook gaan checken voor een restaurant alweer. Ja, toch leuk. Ja, al meerdere. Ik had al een beetje een research gedaan. Weet je waar we konden eten? Dat Guus. 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 Gus? Gus, ah, Gusje. Echt schattig. Ja, lief hè? Lief hè? Ik ben ja. Ik kan ook wel lief zijn. Ja. Ja, maar ik... Wow. Het was niet per se lief, maar het was gewoon heel schattig. Het ging gewoon... Oh. We zijn weer terug in het hotel. En we zitten nu even bij de bar in het hotel. En we gaan eventjes een drankje doen. Ja, we hebben een hungry of een thirsty. Een thirsty menu. Het is wel grappig, want op het begin dacht ik van ja, die stepjes moeten we maar niet doen. Dat gaat niet goed als we dat met z'n tweeën gaan doen. Nou, met mij vooral. Ik ben ja, met jou. Heel handig. Ja, maar het ging goed. We hebben die stepjes gebruikt. Dat is echt handig. Ik weet nog steeds niet wat nou mijn favoriete cocktail is. Of dat nou een pornstar martini is, een espresso martini of een Moscow Mule. Een Moscow Mule is wel echt een frisse cocktail, zeg maar. Dus dat drinkt wel echt lekker weg. Het is tijd om weer de deur uit te gaan en wij gaan weer met de stepjes richting meer het centrum. Gaan we eventjes een leuk restaurantje zoeken. We hebben al een beetje in ons achterhoofd dat we misschien waarschijnlijk wel gewoon weer naar Spago gaan. Waar we gisteren waren omdat het zo lekker was. En er stond zoveel op de kaart. En ik moet zeggen, er zijn weinig, weinig andere opties die zeg maar alles hebben. Dus en pasta's en pizza en vlees. Dus wij gaan lekker op de stepjes. Alleen het enige probleem is dat Ella die heeft hakken aan. Dus niet doodgaan. Nee. Heb je een sleutel? Ja. Oké. Okay. Wacht. Ja. Oké. Okay. Daar staat mijn supersonische voertuig nog. Oh, top. Oh, ga ik op mijn nek breken. El, het komt goed.
Kijk, het nou even levendig zijn hier in de stad, hé. Niet normaal. Dus wij hebben weer lekker gegeten net. En ik had weer een stuk vlees besteld. Maar deze keer, er staat dat je 350 gram krijgt. Dat is al echt superveel. Maar ik had nu volgens mij een halve koe. Letterlijk. Dat volgens mij echt 500 gram of zo. Het was niet normaal. Dus hij zei, wil je nog een dessertje of zo? Ik zei, nou ja, nee, dank je. Oh, sorry. Loop ik hard? Dus ik zeg zo, nee, dank je. Hoeft niet. Ik had nog wel een groot stuk, zegt hij, ja, soms snijdt de chef even een grote stuk af, dat ik denk dat je geluk hebt gehad. Nou, ik voel hem echt niet meer, hij ligt gewoon letterlijk in mijn maag nu. Ja. Een half koek. Maar goed jongens, we gaan weer lekker een beetje richting huis lopen lekker. Terug in de kamer jongens, en wat gaan wij lekker slapen. Ik ben echt kapot, dat stuk vlees, dat... Kijk, zeg maar, ik zei ook net tegen El, zeg maar, dieren hebben ook altijd, als ze hebben gegeten, dan moeten ze daarna gelijk een dutje doen. Nou, ik heb dat dus ook. Ik ga lekker slapen. Ella gaat ook lekker slapen. En dan gaan we morgen gezellig naar Antwerpen, schatje. Hè? Gaan we lekker even Antwerpen verkennen. Zo, echt opeens een stuk kleiner. Hè? Ja, je had een jak aan. Nu ben ik weer de baas. Nou, maar dames... ik ben nooit groter dan jij als ik mijn jak aan heb. Nee, dan zijn we precies gelijk. Ja, dan ben je zoiets. Ja. Maar dat vind ik niet leuk. Ik vind het niet leuk als je groter bent. Nou, dames en heren, jongens en meisjes, bedankt voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie morgen om 6 uur weer bij een nieuwe. Later!